voorstellen waar je aan moet denken is bijvoorbeeld een elektrificatie van de haven. Zorgen dat heel veel van die processen daar die nu fossiele brandstoffen gebruiken, straks elektriciteit gebruiken. Een andere vanuit de haven is investeren in een waterstof-economie. Ook dat kan zorgen voor die verduurzaming. En in de stad echt massaal woningen isoleren en aansluiten op restwarmte. En dat zijn projectontwikkelaars en woningcorporaties die daar hun schouders onder gaan zetten. Als ik kijk naar die klimaatafspraken die nu gemaakt zijn, dan zijn sommige concreet, maar ook een heel groot deel zijn nog niet concreet. Het zijn intenties, mensen praten over, ideeën moeten nog uitgewerkt worden. Hoe ligt die balans een beetje? Nou, dat is ongeveer 50-50. Hè. Dus er zijn een aantal plannen die gewoon ook de komende tijd al gerealiseerd kunnen gaan worden. En voor een deel zijn het ook intenties van partijen die zeggen, wij willen hier met elkaar aan gaan werken. En die mix vind ik ook heel goed. En we hebben ook tegen elkaar gezegd, dit is niet het eindpunt. Hè. Straks met de presentatie van dat klimaatakkoord, dan hebben we wel een feestje te vieren met elkaar. Maar het is niet het einde, het is vooral een begin van het proces wat we nu met elkaar gaan lopen.